First of all, I felt very much at home here because every person, every conversation I had with was with somebody who had a big idea and who actually created or made change happen. So it was very insightful where we could have deep conversations, sharing strategies, helping each other, learning from each other. So I think that that, in a sense, was my biggest highlights, the conversations that I had. Maken heel belangrijk is ook de duidelijkheid dat je niet meer wegkomt als bedrijf met alleen maar winst. Je moet gewoon echt wat betekenen voor de maatschappij, je moet een bijdrage leveren. En dit is wel het publiek waar mensen daar naar op zoek zijn. Hoe kan ik dit ook gaan doen? Hoe kan ik ook die verandering teweeg brengen? Ja, we zijn nu weer aan het eind van de Big Improvement Day 2023. En in het Engels zeggen ze dan awesome. Wij zeggen gewoon, het was fantastisch. Het was supergoed. De ideeën die we gehad hebben, iedereen ging weg met één contact, één idee en één actie. En dat is wel bijzonder. En als je kijkt bij de sprekers die we hadden, 41 sprekers met topspreker Melati uit Indonesië. Ja, het was in één woord geweldig.